je gaat doen. Vloggen. Oh nee. Geen zin om te vloggen? Probeer maar. Nou, hallo mensen, ik ben Gaaf Guy. Ik zit hier vandaag met de enige echte Master Maas. Ja, oftewel bekend als Moke Movies. Ja, godverdomme, dat hoeft allemaal niet. En wij gaan vandaag naar Tomo Party. Ik neem mijn tas wel mee. Ja. Ik heb de appelsappen zo is het, dus dat waarschijnlijk toch wel afgepakt worden. Ja, dat is de vorige keer. Kom je op maandag binnen, alles prima. Kom je op dinsdag binnen. Oh, heeft een flesje water, leef maar in. Giet me leeg. Doei. Ja, is een flesje water. Zit ze doen binnen, mag niet. Oh! Dat vind ik net wel een beetje. Dat zat er gisteren al in. Ja. Geen tassencontroles. Nou, wij staan hier. En, dat is oké. En, daar is het goed. Dus we mogen heel veel moment op. Die pinautomaat opblazen. Ja, wat? Oh, dat is de parkeerautomaat. Dat is de pinautomaat was. Oh. Ja, blaas me goed. Ja. Nou, ik ga hem even omkleden. Ja, dat is goed. Dan ga ik waarschijnlijk beachvolleybal doen. Nee, of niet. Ik ga zo pessimistisch. Ree is een azijnzeiker. Hij is een typische Hollander. Nou, we zitten weer in de auto. Ja. Kut evenement. Ja. Het evenement is gewoon een beetje skeer. Maar we hebben ook skeer betaald. Dus qua dat leeft het op naar zijn expectatie. Zeg maar. Ja, we zitten nu even met chillen in de auto. Dus inderdaad, veel zo'n druk. Waar we plikje cola aan. Dan sta je in een rij van 20 man of zo. Dus, ik denk wel meer. En iedereen die wacht op friet en al die honderden mensen die worden geserveerd door twee mensen met 6 frituurpannen. Ja, drie. Twee achterfrituur en één verkoper. Meer zelfs. Ja, ik snap sowieso niet van waarom nemen ze niet gewoon zo'n professionele bakding of dat ze gewoon zo'n tent inhuren. Dat hadden ze in Nijmegen ook. Ik denk dat ze dat ook gedaan hebben. Want in Nijmegen was dat gewoon chill, weet je wel. Van ja, ik snap zo'n wagen, het moet wel helemaal heen gebracht worden, weet je wel. Maar zo'n os, 3 verschillende tentjes. Dus hoe meer verschillende tentjes, hoe beter. Ja. Want ik vind het hier heel mager qua tentjes, zeker als je ziet hoeveel mensen er zijn. True. Schandalig. Ja, ik heb mijn zwembroek er zo weer aan. Ja, vieze homo met zijn zwembroek. Nee, we gaan dus even wat beachvolleybal doen en shit. Gaan we dat? Nee, jij gaat beachvolleybal. En jij filmt het. Pik. Volgens mij film ik niks. Pak hem eens vast. Dat zit erbij. I am the great Cornolio. I need tipi for my banoi. Klas en af, klas. Ja? Nou, ik heb een manga gekocht voor bij de collectie. Dat was maar 15 euro. Ja, nu is hij krom, terugbrengen. Ja, kutzooi. Ja, mooi. Laat ik even zwemmen. Maar eerst een lekker blikje. Cola! Woe! Ray is weer te lui om te gaan zitten. Hé, Ray? Te lui nog wel. Ja. Volgens mij staan meer moeite hoor. Nou, ga dan zitten. Ja, zo lang. Dan doe ik inderdaad wel echt veel moeite voor mijn punt. Woe! Nou, Ray heeft zich bedacht van het is niet zo leuk hier. En ik ga naar huis. Ja, dat is precies wat je zei eigenlijk. Deze dog. Hij wou niet meedoen met beachvolleybal en ook niet met overgooien. Hij stond eigenlijk bij zijn lamlul, dus ja, tot de volgende keer. Ja, inderdaad. Was mooi. Ja. Gewoon dat kan. Dit moet maar omdat het kan. Ja, ik zou zeggen, maar ik zwaai jou lekker uit. Ja.
En ik film jou als je wegrijdt. Wat denk je daarvan? Laat je raampje open doen, waar? Ja, oké. Okay, ja, zeker. Oh, fancy. Zo, fancy raampje. Nou, nu gaat hij dus echt. Ja, dat duurt even. Nou, tot de volgende keer. Oh, handrem. Trollolol. Ja, gebruik nooit, hè? Ja, ik wel. Ja. Hey, laten ze. Dat is leuk, denk je even leuk te kunnen beachvolleyballen. Schreeuw je door je zwembroek heen. Oeps. Tja, je staat helaas niet op video. Even de camera uit en dan gebeurt dit. Lekker. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic, it's fantastic. I'm a Barbie, let's go party. Leuk dat die bus dan ook conveniently net iets later aankomt dan de trein. Niet waar? En dat is spoor 3. Nou, bedankt voor het kijken naar onze vlog. Vond je leuk? Duimpje omhoog. Vond je hem niet leuk? Dan hebben we naar beneden. Laat een reactie weten wat je ervan vond van onze eerste vlog. Wat we vaker moeten doen. Of dat we gewoon weer onze originele poep moeten maken. Originele poep. Nou, abonneren, al dat soort leuke shit. Later. Wat zeg je? Zijn het gaan echt niet voor.